Dan liever homo's dan ik. Oftewel dat ik in elkaar geslagen word. Maar Wow, dat is ja. wel, dat is echt te erge grap. Daar ga ik echt op gecanceld worden. Dat Die kan zullen je niet niet als maken. inkomen. Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Avatarlog dinges met Umega, nee, Ultramoon met Sander van Gaming SB. Nou, dat was nog eens een goede intro. Oh. Beter kan niet. Ja, dat was echt top intro, man. Zeker. Ik had het niet beter gekund. Ik sta hier met twee vieze Miltanks en ik heb een vraag voor Sander. Ja, ik ben zo benieuwd. Sander is natuurlijk op vakantie geweest en daardoor heeft hij best wel iets interessants gemist. Wat vind je uiteindelijk van Pokémon Unite? Oh, ah, die vraag. Ja, leuk. Oh, nou, ja. Dat is een kort antwoord. Daar hebben we weer helemaal niks aan. Nee, ik had in het begin een beetje gespeeld en ik dacht echt van, oh, ik ga hier zo slecht in zijn. Nou, spoiler, dat ben ik ook. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Ah, nou, dat is in ieder geval het belangrijkst. Dus ik ben ook benieuwd hoeveel Pokémon er nog naar Pokémon Unite. Wat is dat? Oh god. Hoe goed is een circuitry? Een circuitry? Dat. Hoe goed die is? Hij is oké. Welke typing heb ik als vervolgvraag? Elektrisch geloof ik. Alleen elektrisch? Volgens mij wel. Dus dan is Pfizer een goede Ja, ja. Nee, want Steel Resist. Nee. Oh, ik ben hier altijd zo slecht in. Nou, die ik kan weet je wel nooit of gebruiken. Electric Steel Resist of Steel Electric Resist. Steel Resist kan ik om OMALET gebruiken dan. Ja, maar Steel kan je wel gebruiken. Maar je kan gebruiken wat je wil. Jij maakt het verschil. Oké, man. Nee, maar ja, ik vind het heel leuk. Maar hoeveel potjes ja, heb je gespeeld? Ik ben vooral gewoon benieuwd van hoeveel Pokémon er nog bijgekomen. Oh, ik denk wel potjes veel. Ik heb gespeeld. Ik heb geen idee. Ik denk op zich niet zo heel veel hoor. Ik denk nu, wat zal het zijn? Misschien hooguit 20 of zo. Oké, mooi, dat is wel redelijk. En heb je al een main, zeg maar? Ja, ik doe best wel veel met Charizard. Oké, interessant. Die heeft veel area moves. Oké, ja, die heb ik nog nooit gespeeld. Oh, mag ik die? Nee, die... Jawel, die mag ik wel. Torterra wordt toch ground? Ja. Oeh, ik ga niet zo'n Turtwig vangen, hè? Woep, woep. Rap, gelukkig. Anders was ik mogelijk dood geweest. Ah, nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Ik was sowieso niet dood geweest. Moet je niet avoiden, gast. Oh, ik ga de volgende Turtwig vangen. Oeps. Maar goed dat het geen Nuzlocke is, want dan had je een Turtwig tegengekomen en dan... Was het rip. Had je hem nu niet mogen vangen, want je kans is voorbij. Oh, als ik gerapt ben, mag ik zeker ook niet switchen. Volgens mij niet, nee. Oké, dat maakt niet uit als ik... Het enige is als hij een crit doet. Eens even denken. Hij had 31, dus 20 is 30. Ja, oké. Dan zou ik wel een keer hypnosis kunnen proberen. Maar wel 60 accuracy. Misschien kan ik beter lead sheet gebruiken dan. Ik hoop zo dat dit 100% accuracy is. Volgens mij wel, toch? Oké, hij doet sowieso rap. Rap, rap. Geef mij die Turtwig. Oké. Dat is een herdier, die wil ik niet. Dat is ook niet echt een Turtwig eigenlijk. Nee. Wel een normal type, dus in principe zou je hem mogen vangen. Ik weet het, maar volgens mij heb ik nog geen deads als ik me goed herinner. En heb ik nog een hele box vol met Pokémon's, dus... Ik één volgens mij. Of nog geen. Nee, ja, deads. Al zeker ja. Twee. Al zeker twee. Twee? Mm-hmm. Waar de fuck ben ik dan mee bezig? Ik zal eens even kijken. Ik kan het wel zien namelijk. Met stream, avatar lock. Die even openen. Oh, jij hebt al drie deaths. Jij hebt al drie deaths. Drie deaths? Wie heb ik dan allemaal verloren? Ja, veel. Ja, dat weet jij niet. Nee, nee. Dat is voor jou ook heel veel gedonder. Check.
Oh, ik word bijna gekild. Wat is dit? Wat is deze ding? Dit is een game. Oh. Zo'n videogame zelfs. Oh, zo'n spelletje met video's erop. Ja. Oh, deze Raichu gaat ook nog eens iemand voor help callen. Wat is dit, boys? Oké. Okay. Beet heeft deze bitch alleen maar een circulatory. Moeilijk, hè? Ja. Ik vind het ook een kutnaam, hoor. Like Pennywise. Waarom hebben ze geen gewone namen? Nee, ik zeg wel gewoon Psyduck. Ik kwam vanmiddag heel eventjes in zijn stream. En toen, een van de eerste dingen die zei was psychologisch. Toen moest ik wel lachen. Ah, ja, dat snap ik. Maar verder houden we wel van je, Penny Love You. Oh, je gaat echt lachen als je dit terugziet. Wat gebeurt er? Deze circuitry die doet zo'n full restore. Oh, oef. En ik had hem net op het rode gebied. Dus ik ging echt... Ja, ik was echt boos. En dat kon je zien. Maar ik zei niks, want jij was nog aan het praten. Dus ik denk dat het niet zo netjes. Nou, dat vind ik nou eens netjes van jou. Ik heb inmiddels mijn Turtwig gevonden. En ik ga hem even scratchen met mijn Lettuce King. Oké, nu is Circuitry dood. Hehe. We zijn inmiddels wel 25 uur verder, maar... Je boy loopt weer achter? Nee. Wat? Het had echt gekund. True story. Zoals 33 uur. Dat klopt. Niet 23, dat is kort, is anders. Ik kan nog wel tellen. Hé, hey, Turtwig, wat is dit? Ga gewoon in die bal, jongen, Kees. De starter, hè, dus dat zal wel niet heel makkelijk zijn. Nou, het is kom op, Paralysis, ga nou weg. Paralysis? Zeg gewoon Paralysis. Oh ja, nee, oké, okay, nu snap ik wat je bedoelt. Dat klinkt niet zoals het hoort. Oh, howdy there, I'm a southern man, and I like incest. Wow. Dat is toch wat ze doen in het zuiden, Georgia en Alabama en zo. Oh. En Urk. Dat is niet het zuiden, maar dat is wel incest. Nee, wacht, dat was een andere, dat was Volendam. Georgia en Alabama en Urk. Dat is toch ook van die memes dat Urk ook gewoon incest is. Of Volendam. Dat verklaart hun lage IQ wel, overigens. Dat verklaart ook waarom ze zoveel haat hebben. Het gaat gewoon allemaal niet zo goed in dat brein. Dus daarom gaan ze homo's in elkaar slaan. Nou ja, precies. Dat zijn ze. Die maffende kezen. Oh, ik wou echt een... Nee, die kan ik echt niet maken. Ik wou zeggen van, liever homo's dan ik. Maar dat is echt... Dan? Dan liever homo's dan ik. Oftewel dat ik in elkaar geslagen word. Maar... Wow. Dat, ja. Dat is echt te erg grap. Daar ga ik echt op gecanceld worden. Die zullen niet als intro. Nu moet ik dat als intro. Ja, dat is wel... Hoe zal ik vertellen? Maar je kent Simon. Die gaat alles out of context. En dan... Yeah. Het scheelt dat ik geen following heb. Je kunt niet gecanceld worden zonder following. True story. Dus. Ik ga even mijn Pokémon feunen. Is dat goed? Doe jij eens je Pokémon feunen. Kijk, nu doet het zo van... Ah, ik vind je lief. Nu doe ik zo van... Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dat is best wel legit. Ja. Dat is wel hoe het gaat in het leven. Ik zet Steenboy eventjes voor. Ik zit te twijfelen wie ik uit mijn team ga halen. Zo, deze man gaat mensen uit zijn team halen helemaal. Ja, ik wil Turtwig toch in mijn team, jongen. Ja, dat snap ik wel. Denk toch dat ik... ja, maar... Oh, types en zo en die shit. Ik vind het lastig. Ja, dat snap ik. Giratina, oh, waarom word ik zo genaaid met trainers vandaag? Dit is echt kut. Eerst een Xurktree, nu een Giratina.
Ja, Sander, poep gebeurt. Dat zeggen ze wel eens. Ja, maar niet bij mij. Oh. Het moet niet bij mij gebeuren. Wat is Giratina? Dat is Dark Dragon zeker. Nee, Dragon Ghost. Ice. Ik heb wel een Ice Pokémon. Ghost. Super... Ja, ik heb geen super effect. Wie is jouw Ice Pokémon? Ice Koud, de Rock Fossil Ice. Dino. Oh, Amora. Die. Ik moet tegen de Mincino. Okay. En die heeft iets van Tangling Hair als ability. En weet je wat die ability doet? Bij elke hit dat je doet, dan gaat je speed omlaag. Maar omdat ik Fury Swipes deed, ging elke hit van de Fury Swipes ging mijn speed omlaag. Nu is het een Mincino, dus het maakt er niet zoveel uit. Maar als iemand die Tangling Hair als ability hebt, terwijl het een fucking goede Pokémon is, dan word je fucking hard genaaid. Zeker, zeker. En ik hoop gewoon dat we niet genaaid worden met die Ultra Necrozma. Want dat is de Nuzlocke killer van deze game, zeg maar. Ja, maar het is geen Necrozma, dus dat scheelt. Nee, maar ik denk dat Legendaries, Static Legendaries, geswapt zijn naar Legendaries. Dus nu vecht altijd tegen Legendaries. Dus, ja, dan blijft het nog steeds moeilijk. Dus dan moet ik tegen een Fionn en dan moet jij tegen een Regigigas zonder slow start. Ja, nee, dat is niet chill. Dat is een voorbeeld, toch? Of weet jij, heb je deze hele game al uitgespeeld? Of, Daar kan ik niet over. Nee, nee, dat is een voorbeeld. Nee, oké, okay, ja, precies. Daar kan ik niks over zeggen. Ja. Niet dat het is gebeurd, maar ik mag er gewoon ook niks over zeggen, zeg maar. Het is niet dat ik zelf expres jou een goede Pokémon heb gegeven en mij een slechte. Aurora Beam, wat chill. Vergeet niet dat je voordat je kan healen straks... Ja, misschien dat hou je healed, maar dat je straks tegen Gladion moet. Dat is net na de daycare, dan moet je tegen Gladion. Ja, ja, dat is goed. Oh, Zapdos en Phantom in een double battle. Zapdos en Phantom? Ja. Phantom en is boven, en een van die bitches heeft Drizzle. Dus als die Zapdos Thunder kan, ben ik fucking hard genaaid. Oh ja, tuurlijk. Dat is ook waar ook. Ik dacht al van, er is toch geen water type op het veld. Je zit met Thunder natuurlijk. Yep. Ik ga in ieder geval even een ground Pokémon inzetten, dat ik in ieder geval niet door een elektrische move geraakt kan worden door Zapdos. Ja, dat is op zich wel chill. Oh, hij mist de Thunder Wave. Nice. Oké, okay, man. Een Girder, die mag jij vangen, ik niet. Dus daar hebben we helemaal niks aan. Nee. Nee, dat is zeker waar. Ik ga ook gewoon runnen. Oh, misschien dat ik niet moet... Oké, okay, ik kan runnen. Oeh, ik hoop dat ik er geflinched heb. Oh, Thundershock. Oh, ik heb een Yellow Shard. Ik weet niet wat dat doet. In de Hoenn games kon je die vroeger inleveren voor de Thunderstone, maar in deze generatie stelt niks voor. Oké. Okay. Deze Pokémon is wel vet, maar ik mag hem niet hebben, want dit is een, hoe heet het? Een Rampardos. Hé, hey, die krijg ik bijna als het goed is, als mijn Cranidos evolueert. Ah. Ja, dat zal wel. Hé, hey, ik heb ingesteld dat... dat de NPC's shinies kunnen hebben, maar het is me nog niet overkomen. Maar is dat net zoveel odds als... Ja, dat weet ik dus niet. Dat is een beetje de vraag. Ik begin het bijna wel te denken als ik heel eerlijk ben. Oké, okay, ik heb niks aan Figure Rot tegen een Phantom. Oh, oh! Mijn Armaldo draait om! Met een Hartie! Hij vindt mij cool, ja. Dat snap je ook niet, hè. Ik wou net zeggen, je verwacht het niet, maar... Nee, ja. Gebeurt toch?
Weet je welke... even kijken, hoe noem je dat? Van TCG... ja, TCG kaart er in die Celebrations set zit in oktober. Nee. Zo'n gouden kaart, weet je wel. Zo'n Secret Rare. Shiny Mew. Ja. Holy damn. Fucking vet. Ja, fucking vette ja, kaart. Gladion. Die ga jij straks spoelen. Heb ik al een Buizel? Dat zou best kunnen. Heb jij niet de Floatzel? Oh, misschien heb ik een Floatzel. Ja, dat zou ook... Dat weet ik dus niet. Ik mag hem vangen in principe, maar als ik hem dus al heb, mag ik hem niet vangen. Ja, je kan hem voor de zekerheid vangen. Dit is trouwens een van de beste Pokémon tunes die er is van Gladion. Oké. Ik dacht eventjes dat je wou zeggen Pokémon tunes in general, zeg maar. Dat je gewoon bedoel van dit is de beste ooit. Nou, een van de betere hoor. Die Gladion tune, die is echt vet. Maar, weet je, ik haat Gladion. Weet je welke Pokémon die heeft? De Denne. Oh, ja. Ik moest ineens even heel diep nadenken. Welke Pokémon haat Milan? Oh. Zo lang geleden daarover gehad hebben. Ik werd bijna gekild door de Denne. Wat? Ja. Hoe dan? Omdat die een of andere heftige aanval deed tegen mijn Figurot. Tegen je Figurof ook nog. Dat zou wel echt zuur geweest zijn. Yep. Nu Sand op ik hem de moeder. Beam. Oh, dat deed echt... Wow, yo, die Dedenne is fucking buff, man. Holy shit. Dat is kut. Nu heeft hij ook nog Charm. Wat een bitch. Oké, okay, de Dedenne is als het goed is dood nou. Niet? Wauw. Oh jawel, door de Sandtomb recoil, gelukkig. De Dedenne is dood. Niet naar onder. Nee, maar naar boven. Je moet naar boven. Ah. Dan moet je eerst tegen een Double Battle tweeling. En daarna tegen Gladion. En je wordt trouwens niet geheeld, zie ik net. Oh. Ofwel, ik weet het niet meer. Luister maar niet naar wat ik zeg. Je merkt het vanzelf. Oeh, oh, ik heb een Eviolite. Nice. Nee, je wordt niet geheeld. Go-Goat. Ik heb helemaal geen vuur aanval. Oh, dan moet ik de hele end weer teruglopen. Oh, ik heb hier ook een trainer ontweken schijnbaar. Let maar op. Deze heeft weer zo'n zieke legendary. Of zo'n ultra beast. Heb je geen super potion of zo? Ja, dat had ook gekund. Hé, nou Aurorus, die ken ik, want ik heb ook ooit zo'n dingetje gehad. Sterker nog, ik heb hem nog steeds. Huts. Smackdown, is dat 100% accuracy? Ja, oké, okay, dan gaan we dat lekker doen. Dat is vast wel super effective, toch? Alhoewel hij zelf ook rock. Ja, is wel gewoon super effective. Wat die met Thunderwave? Wat een bitch. Wat een loser. Oh. Bitch. Mag ook, allebei. Het is een bitch loser. Full restore. Oh, ik haat iedereen echt in deze game. Met hun full restores. Ik wil gewoon even casual, lekker Pokémon game spelen. Nee hoor. We hebben het meteen weer moeilijk gemaakt en zo. Ja, deze Gladion Battle is ook best pittig. Als je van tevoren denkt Dedenne en Go-Goat, dan denk je niet per se, oeh, dat zijn goede Pokémons, maar... Ik word wel een partijtje... Nou, Go-Goat. Ah, Go-Goat. Ik heb nog nooit een Go-Goat gebruikt, trouwens. Go-Goat, dat is toch niet die eerste evolutie? Dat is toch nee, wel die laatste? Nee, dat is die laatste. Wauw, 1 HP. Wat een onzin. Ik durf eigenlijk niet nog een keer, maar ik ga het toch doen. Als hij nou crit, ben ik er genaaid. Oh, als hij me gecrit had, was ik dood. Maar ik ben niet dood. Ja, dat is fijn. Oké. <Okay. laughs> Dat kwam er niet heel erg positief uit. Een Wooper. Die kan ik misschien wel met deze Turtwig killen.
Woep woep. Dark Aura, wat is dat dan? Wat? Dark Aura? Een of andere dark ability. Ik ga toch eventjes absorb doen voor de heals. Vooral maar. Oh, ho, ho, ho! Nou, je hoeft me geen niet uit te schelden voor ho, hoor. Nee, dat was ook niet tegen jou, dat was tegen de dinges. Ik drukte gewoon op een knop. Oeps. Die ik niet in had moeten drukken. Toen wou ik hem opnieuw indrukken en toen miste ik. Waardoor hij dus nog langer ging speed-uppen, maar dat wilde ik helemaal niet. Oeh, een speed-up, het zal eens niet. Ja, nee, ik wilde het niet. Het was per ongeluk, gast. Ik zat heel eventjes te stream van Perry te kijken. Toen was hij ook aan het speed-uppen. Toen zei ik, je lijkt Sander wel. Nou, maar ik heb wel gelijk. Had je nou gisteren bij de stream was, dan had ik gezegd, ja, je hebt helemaal gelijk. Heb je gisteren gespeed-upt? Mogelijk. Mogelijk. Nou, tijdens Unite geen één keer gespeed-upt. Ah, hoe grappig zou dat zijn? Tijdens Unite niet, maar toen daarna ging Paddy's Romhack testen en toen ineens, alleen maar zo was. Maar die tutorial duurt ook zo lang. Ja, klopt, echt wel mee, maar het voelde heel lang. Ja, ik wil zelf eigenlijk Duimtepul niet meer aanraken totdat de nieuwe games aankomen. Gewoon omdat ik dan Sinnoh even niet meer gespeeld heb, zeg maar. Ja, dat snap ik. Ik heb 3 revives gekregen waar ik helemaal niks mee kan. Woep woep. Hey, gratis money, gast. Deze man is zo ondankbaar. Nog een dubbel battle! Nog een dubbel battle? Wow, yeah. Jij bent nog verder dan ik. Na Gladion heb je nog de eerste dubbel battle nog niet eens gedaan. Ik ga... Hey, evalueert Turtwig niet op level 16? Waarschijnlijk wel. Nee, want hij is niet geëvalueerd. Waarschijnlijk niet, bedoel ik. Level 18 dan, denk ik. Ja, yeah, zoiets. Ik had zoveel vertrouwen in Turtwig. Dodedel of was het Cyndaquil? Eén van de twee Johto Pokémon evolueert ook op level 17. Ja, volgens mij. En dan Final Evolution is dan 34. Executor nou, heeft mij is ook dat met alle Johto Pokémon nu ik er zo over nadenk. Nee, want volgens mij is er eentje die op level 14 evolueert, toch? Of is dat Chimchar? Ja, je hebt ook één die heel vroeg, maar dat is volgens mij niet Johto. Nee, volgens mij is dat Chimchar. Ik denk dat ik deze even moet gaan switchen, want anders gaat dat niet goed komen. Ja, wat moet, dat moet. Mm-hmm. Oké. Okay. Signaalstraal. Hoeveel zijn aan Pokémon's eigenlijk? Nee! Oh. Bijna mijn Sandile kwijt. Signal Beam doet fucking veel damage. Oké, het wordt tijd voor zwaarder geschud. Kom maar, Solgaleo. Wacht, eerst even met hem aanvallen. De vurige siepjes. Ja, maar dat. Maar hoe hoog zijn jouw levels eigenlijk? Ah, verschilt een beetje. Ik heb 2 redelijk lage. En de rest is allemaal wat hoger. Ik zal zo even kijken, ja? Ja, is goed. Als mijn battle af is. Want ik ben nu even in een spannende battle. Wel goede cliffhanger om nu te gaan kijken. Nee. Jawel, dat is het wel. Ik zeg niet dat je moet eraan doen, maar het is wel zo. Oh ja, doe dat. Oké, Cryominal. Zeg die Tauros. Van Lullo, die zie je ook. Dat klopt, ja. Oh, please, doe 3 keer. Doe 3 keer. Ja, hij doet 3 keer. Een boom, pjoekemoeke is neer. Het is een flits. Nu is 2-1. Nou, nu ga ik sowieso in. Dat moet je niet te hard zeggen. Maar je deed het toch? Ja. Dat deed ik zeker. Wauw, hij hit een hypnosis op Solgaleo. Vermoeiend.
Letterlijk en figuurlijk. Hey. Harder maar weg dan, denk ik. Weet ik het. Doe je harder weg? Hoe durf je? Ben je nog met die double battle bezig of ben je al met Gladium bezig? Nee, double battle. Sjonge jong, dit allemaal lang. Nee. Ja, maar ik had ook Giratina's en Omen Stars. Nee, daar val je eigenlijk wel mee. Omen Stars heb ik niet gezien. Maar wel Circuitries en Aurora Mora. En Aurora Mora? Is die nieuw? Hoe heet die dan? Aroma. Nee, Aurora's denk ik. De evaluatie die van jij hebt, of niet? Ja. Ja, Aurora's. En Turtwig evolueert in Grottle. Woep woep. Nice. Oké, Tarwos is dood. Dan moet ik weer helemaal teruglopen naar Pokémon Center. Ga ik niet doen. Dan loop ik te ver achter. Ik ga even een andere Pokémon voorop zetten. Gladion, dus dan moet ik... Is het handig om Superster, want die Dewpide is er slecht tegen. Of, oh nee, wacht, alles hou! Oh, wat doe... Ik weet niet eens wat Gladion heeft natuurlijk. Nee, als het goed is weet je dat niet, nee. Shit, hij heeft me door. Hij weet dat ik deze game stiekem al gespeeld heb. Hoe durf je? Oeh, oké, allemaal nieuwe... Nee, je hebt het ook gedaan. Ja. Daardoor wist je dat ik een Regigiga zou krijgen en jij een... Het zal... niet zeggen, Fion. Ja, het zou wel fucking grappig zijn als dat straks echt zo is. Even kijken. Ik heb hier weer een aantal gerandomized items die je kan kopen. Maar het zijn allemaal niet echt hele interessante items. Ik zal eens kijken voor jou wat mijn levels zijn. Ja. Ik heb een Figurot van level 18, een Grottle van level 18, een Mawile van level 22, een Solgaleo van level 22, een Sandal van level 23 en een Cranidos van level 21. Ah. Ik heb twee level... Nee, ik heb één level 22 en de rest is allemaal level 20 at the moment. Ik denk dat het gemiddeld allemaal hetzelfde is dan. Dus dan valt het wel mee. Ik dacht... Toen je begon, toen dacht ik echt van... Oh, kut, ik ben veel te hoog level volgens mij. Nee. Maar dit viel dus wel mee. Die twee eerste die ik zei, die waren als laatste toegevoegd, zeg maar. Ja, precies. Ik doseer het gewoon beter. Oh, nee, oké, thanks. Sander, als jouw battle af is, dan gaan we de aflevering... Kut, nu weet ik niet meer wat eruit komt. Shit, Stimpoy? Go? Ik weet niet of dat gunstig is. Kyogre. Oh, Plussel. Ah. Nee, dat had ik wel onthouden. Ik onthoud alleen geen trash Pokémon's. Zoals Torkoal en zo. Oh, sorry, je spelde Delcat verkeerd. Nu klonk het net alsof je Torkoal zei, zeg maar. Ja, dat zei ik ook. Oh, je spelde, dat zei ik ook verkeerd. Net alsof je zei... Of, ik zei dat niet. Nu klonk je net alsof je zei, dat zei ik ook. Maar dat zei je natuurlijk niet, want ik kan helemaal niet. Want ik heb Pokémon ooit gemaakt in de Pokémon mensheid. Furfru, wat voor de tyfus. Mag ik, Furfru, doe sheer cold. Ik ga dood. Jordi, ik haat je. Nee, je kan... Jordi is Furfru. Eén Furfru kan je wel aan. Het zijn er nu geen twee tegelijk, hè? En ik heb nu geen Pikachu. En je hebt nu geen Pikachu, ja. Dat was zo leuk, die aflevering om te kijken. Oh, dat is prachtig. En jij was in die aflevering echt zo van... Sander, doe nou niet. Maar ja, ik was mijn Pikachu verloren, dus ja. Dat was echt mooi. Ja, het is maar wat je mooi noemt. Ja, dat is echt mooi. Ik heb er echt van genoten. Nou, dat heeft er toch iemand van genoten. Ja, niet dat ik mijn Pikachu verloor. Dat was mijn...
Maar hé, hey, ik heb mijn Pikachu dit keer niet verloren, want hij is dood. En ik heb geen Pikachu meer. Nee, maar de vorige serie was gewoon echt kut, want ik ging allemaal dood en zo. Ja, maar dat komt omdat jij niet zo goed bent. Bro, ik heb maar een 3 def, zo, dat is best goed. In Shuffle Lock heb ik maar 1 def. Zelfs na Lieutenant Surge. Spoiler alert voor Milan. Ja, maar ik denk voor dat jullie niet zijn. Nee, dat is echt waar. Ik ben alleen een Marwell verloren. Cheats. Nee. Ja, in principe wel, want ik re-randomize de hele tijd mijn team. Dus in principe is dat cheat, maar dat hoort ook weer bij de lock type. Dus ligt aan met cheat nu. Cheats. Nee, hij noemt niet cheaten, ik noem het pech voor je. Mag ook? Nee. Pech voor je. Want ik doe het toch. Wow, durf je. Oh. Ik ben een rijke boy, ik heb 3 revives gekregen. Dat is gratis money namelijk in deze game. Gratis money? Ik wil ook... Oeh, 15.000 Pokédollars! Nog? Ik wil mijn spul verkopen, gast. Is die double battle een beetje... Oh, wacht. Ja, wacht je daar even mee? In deze game. Ja, ik wacht wel mee. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En ga dan naar zijn kanaal. Die bestaat in de beschrijving. En doe even op dat abonneerknopje drukken. En ook bij mij. Doe het bij iedereen. Bedankt voor het kijken. Sander, heb je nog iets te zeggen? Doei. Doei is een goede afsluiting, ja. Doei.